Hallo allemaal, ik ben zo nerveus voor deze challenge, maar tegelijkertijd ook zo benieuwd wat ik ervan ga maken. Ik ga namelijk een schilderij maken zonder dat ik de kleuren goed kan zien. Ik weet dat dit een trend is geweest op TikTok en later ook onder beauty influencers zoals James Charles en Nikki Tutorials. Ik weet niet wie het nog meer heeft gedaan. Het idee is dat je dus licht hebt dat een bepaalde kleur is, waardoor je dus niet goed kan zien welke kleuren je gebruikt en daarmee iets maakt. En daarvoor worden meestal van die LED-lampjes, strips, dingen gebruikt om je volledige kamer te vullen met een bepaalde kleur. Die dingen heb ik niet. En ik heb erover gedacht om ze te gaan kopen. Maar toen bedacht ik me, ik heb een beamer. Dus als ik alle lichten uitdoe en geen zonlicht heb en alleen de beamer aandoe met een rood plaatje, volledig rood, dan heb ik alleen maar rood licht. Ik heb dit getest en het werkt. Dus ik ga op die manier iets schilderen. Mijn ouders hebben een soort van grote plankbord ding voor mijn deuropening gezet, zodat ik iets heb om tegenaan te schilderen. En ik heb van deze verftubetjes van de Flying Tiger, die ik soms gebruik. Op deze tubetjes staat tekst welke kleur het is, maar dat heb ik afgeplakt. Dus ik kan niet lezen welke kleur het is. En ik ben van plan om deze kleuren ook te gaan husselen. Behalve met een grote tube wit, want ik moet wel een, zeg maar, een A4'tje kunnen bedekken met verf. En ik weet niet of deze tubetjes genoeg gaan zijn. Dus ik heb één grote tube wit die ik dan kan mengen met deze kleuren. Maar dat is dus ook de enige verf waarvan ik de kleur weet en wit is niet eens een kleur. En omdat het ook puur gaat om de kleuren, heb ik alvast van tevoren een tekening gemaakt die ik in kan verven. Wacht, ik laat eventjes de schets zien. Overbelicht! Kijk. Daar is die. Het was echt een hele snelle schets, dus ik weet niet of je er iets van kon maken. Maar zodra je de tekening zelf ziet, dan snap je het. De tekening zelf is niet super bijzonder. Het is gewoon een meisje met veel haar en een vlinder op haar hoofd. Iets waar ik comfortabel mee ben om te schilderen en wat ik al best vaak geschilderd heb. Ik ga trouwens zeker weten rood licht nemen, omdat blauw niet sterk genoeg is, vind ik. En geel al helemaal niet. Dus ik denk echt dat met rood het effect het meest intens gaat zijn. Er is wel één nadeel met mijn beamer en dat is dat die geluid maakt en dat je dat waarschijnlijk gaat horen op de achtergrond. Maar je raakt eraan gewend. Sorry. Ik zou nu heel graag willen beginnen, maar ik kan op dit moment mijn kamer niet volledig donker krijgen, omdat het nog dag is. Dan begin ik een keer met filmen overdag en dan is het nog steeds niet goed. Maar ja, ik ga dus wachten tot het donker is en dan kom ik weer bij jullie terug. Daar zijn we dan in het licht van mijn beamer. Ik weet het, super mooi licht. Het wordt straks rood, maar ik ga eerst eventjes mijn setup laten zien. Namelijk dit grote witte vel voor zoveel mogelijk reflectie van het licht. Dan heb ik daarop mijn tekening staan die ik ga inkleuren. Ik hoop dat jullie niet al te veel van het gezoom horen op de achtergrond van de beamer. Dit is trouwens heel oncomfortabel. Ik kijk echt recht in die beamer. Ah! Ik heb hier kwasten, verf, water, doekjes. Als je denkt, Kitta, wat zie je er anders uit? Ik heb mijn wimpers eraf gehaald. Niet mijn echte wimpers, mijn nepwimpers. Ik heb trouwens niet super veel skills in acrylverf. Ik maak meestal portretten met aquarelverf. Maar acrylverf is een betere optie voor deze challenge. Als ik hem straks af heb, dan ga ik hem bedekken en naar mijn studio brengen. Voor het mooie studiolicht. En dan zal ik hem gaan revealen. En kijken of het iets is geworden. Ja, ik ga mijn beamer op rood zetten. Oh, het is zo rood. Ah! Dus ik ga niet al te veel naar deze kijken. Want daar staan de kleuren op met hun naam. Die heb ik meteen weggelegd. Hier zijn de tubertje. Ik ben zo bang. Oké, ik ga ze nog eventjes husselen voor mezelf. Oh, nee. Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Hè? We doen het moeilijkste als eerste. Waarom doen we het moeilijkste als eerste? Ik weet niet. Ik wil gewoon beginnen met de huidskleur. Voor huidskleur neem je normaal rood, een beetje geel en echt een innie mini, jippie, heel klein beetje blauw. Dus, welke is rood? Is dit rood? Ik denk het wel. Ik denk dat het rood is. Geel. Dit is geel. En ja, dit is blauw. Dat is duidelijk. Dit is blauw. Oké. Oké, wacht, volgens mij gaat het goed. Oké, dan heb ik vervolgens ook heel veel wit nodig. Ja, dit lijkt op rood. Hij zit verstopt. Nee. Ja. Ja, dat lijkt op rood. En dan wat geel. Maar zoiets. Klein beetje. Beetje blauw. Ja. En nu gooi ik er heel veel wit bij. Ja, oké, dat is wel goed. Dat lijkt op huidskleur. Ja. Nee, dan moet weer witter. Omdat het licht, de rood, minder intens maakt, denk ik dat dit te rood is. Maar tegelijkertijd ziet het er ook uit als een goede huidskleur.
Dus ik zou het echt niet weten. Weet je wat, ik ga er gewoon voor. Ik kan echt, ik zie gewoon niet. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ah. Helemaal bij de nek, hier zo. Ja, ik ben bang. Ja. Ja? Sure. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja, ja. Ja, we gaan ermee. Oké, ik ga nu wat schaduwen in het gezicht zetten door nog een klein beetje blauw erin te doen. Ja, ik zie een klein beetje verschil. Ja, we gaan ermee. Oké, ik heb een bruin nodig. Zien jullie ergens bruin? Deze hier. Maar het zou ook groen kunnen zijn. Dat wil ik echt absoluut niet in mijn gezicht. Of dit is... Het lijkt ook groen. Nee, dit is echt groen. Ik ga gewoon deze doen. Ja, ik denk dit... Nee, dit is groen. Ik ga deze doen, ja. Ik weet oprecht niet wat ik heb. Dit is niet leuk. Oh, dat is bruinig, maar ook groenig. Oh, dit ziet er echt uit als groen. Ik heb echt de verkeerde keuze gemaakt. Nee. Ja, nou, ik kan niet meer terug nu. Ik wil een beetje blush. Welke van deze twee was rood? Is dit rood? Nee, deze. Dit is rood. Dit was rood. Ja? Ja. Ja, dit is zeker beter rood. Rode lipjes. Dat lijkt me een goede kleur. Ligt het aan mij of is het warm hier? Goed. Help. Wat ga ik nu? Zwart? Zwart. Oké, okay, zwart. Zwart weet ik wel te vinden. Dat is niet deze. Deze, ja. Neusgaten. Ja. Oh. Oké, dit ziet er niet slecht uit. Kom op. Dit ziet er best wel goed uit. Ik ga nog kleine highlights maken. Waar is mijn tube wit? Oh, hier. Dit stond voor mijn neus. White. Ja. Ja, ik ben tevreden over het gezicht. Ja, laten we het haar doen. En dan de vlinder. En dan de achtergrond. Oké, welke kleur ga ik het haar maken? We gaan even denken. Ik wil dat de vlinder blauw wordt. En de tegenovergestelde kleur van blauw is oranje. Wat als ik de achtergrond oranje doe? Dan doe ik haar haar in het paars. En de vlinder in het blauw. Dat klinkt goed. Ik ga paars mengen. In mijn haarverfvideo hebben best veel mensen aan me uit zitten leggen hoe je paars maakt. Geloof me, ik weet hoe je paars maakt. Maar met die haarverf lukte het niet. Omdat het op een manier gepigmenteerd was of te donker was of zo. Dus ik ga bij deze laten zien dat ik wel paars kan verven. En dit is een beetje awkward als het uiteindelijk geen paars blijkt te zijn. Oké, dus ik doe gewoon eerst wit. Ik maak eerst roze meestal. Dit is rood toch? Ja, oké, dit is rood. Rood. Ik heb hier ook geen bureau. Dat is een beetje ook het irritante aan deze setup. Ik heb geen bureau. Ik heb hier een klein krukje voor mijn neus. Dit ga ik even mengen. Zou ik een filter over dit beeldmateriaal kunnen doen? Waardoor je gewoon de normale kleuren zou zien. Dat zou zo gemeen zijn dat jullie me gewoon zien falen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat je hier normale kleuren uit kunt krijgen. Dit lijkt wel op roze. Sure, ja. Yeah. Daar doe ik dan blauw bij. Waarom is het zo onmogelijk? Dit meng ik erin en het lijkt heel erg sterk. Trouwens, nee, dat lijkt wel paars. Dit ziet eruit als blauw, lichtblauw op dit moment. Maar ik denk echt dat het paars is. Woe, oké, dit is een win. Dit voelt goed. Ja! Dit gaat hem worden. Ik moet een donkere versie hiervan maken. Iets meer blauw erbij. Ik zie helemaal niks verschillend. Wat is dit? Ik heb er best veel blauw in gedaan. Meer blauw. Ik denk trouwens dat het een hele mooie blauw is. Dus ik ga die blauw zelf in de vlinder gebruiken. Nee. Niet op de gezicht. Go back. Oké. Gefixt. Ik ga meer rood in het dingetje doen. Gaat niet goed. Het begint bruin te lijken. Nee, dat kan niet. Nee, dit is geen bruin. Dit bedoel ik met dat ik niet vaak portretten maak met deze verf. Want het haar is zo weird. Ik vind het haar niet mooi. Hopelijk wordt het super mooi zodra er normaal licht op schijnt. Dit is zo frustrerend. Vlindervleugels. Ik wil beginnen met een basis van puur blauw. Dat voelt goed. Dat ziet er goed uit. Nu ga ik blauw mengen met een beetje wit en geel. Dat is veel te veel geel. Ga terug.
Nee? Oké. Het lijkt echt heel erg op het haar. Ik denk dat het haar super blauw is. Oh nee. Dan nu. Zwart. Daar kan je niet mee fout gaan. Zwart. Ik weet precies wat zwart is. Dus zo voelt het om kleurenblind te zijn. Ik begin een beetje hoofdpijn te krijgen van het licht. Hier zo. Oh nee. Mijn laptop is uitgevallen. Huh? Nee. Wacht. Oh, ik zie dingen. Oh, wacht. Nee. Oké, ik ga niet naar mijn werk kijken. Ik ga mijn laptop opnieuw opstarten. Oké, gelukkig werd het geen wit. Oeh. Ik begin een beetje nekpijn te krijgen. Oké. Ik ga weer met wit. Oké, dan nu alleen nog de achtergrond. Ik ga gewoon van de huidskleur hier gebruiken. En dan ga ik oranje in doen. Deze is geel. Ik bedoel, dit ziet er geel uit, toch? Misschien is het wel oranje eigenlijk. Gewoon deze kleur door die huidskleur heen. En dan heb ik een goede achtergrondkleur, vind ik. I like it. Oké. Jongens, daar ga ik het op laten. Hij ziet er niet slecht uit op dit punt, toch? Ik vind hem best mooi. Eventjes de föhn opzetten. En daarna ga ik hem afdekken. Mee naar mijn studio nemen. En dan ga ik kijken hoe hij eruit ziet. Ah! Of, oké. Ik stond heel eventjes in normaal licht net. En alles leek groen. Hoe ga ik er bedekken? Papier. Oké, laten we teruggaan naar mijn studio en kijken wat ik ervan gebakken heb. Dat is zo eng. Ik wil wel heel graag normaal licht zien nu. Oké, jongens, het moment is aangebroken. Ik ben blij dat ik in normaal licht sta. Oké, wacht. Oké, ik haal nu... Oké, daar gaan we. Ik kijk in het schermpje van mijn camera. 3, 2, 1. Wat? Wacht. Het was geen zwart. Oh my god. Dit is zo mooi. Nee. Dit meen je niet. Wacht. Oké. Ik was er zo zeker van dat ik de zwart had. Het is zo roze. Paar dingetjes. Oké, ten eerste dus de zwart die dus geen zwart bleek te zijn, maar groen. Ik vind de lippen heel mooi, though. De huidskleur is veel roder dan ik had verwacht. Ik dacht, ja... Ik heb er toch echt geel in gedaan, toch? Ik dacht echt dat ik oranje had voor de achtergrond. Maar het is best wel een mooie peachy roze geworden. Ik ben daar echt zo blij mee. Het haar is inderdaad paars geworden. Zie je? Ik zei toch, ik weet hoe ik paars moet mengen. En de kleur in de vleugels, wacht. Het gaat van een mooie blauw naar een aqua kleur. Oh, wauw. Heb ik de kleuren verkeerd gehad? Ja. Ziet het er slecht uit? Nee, het ziet er beter uit dan dat ik had voorspeld. Als je deze tekening zou willen gebruiken als achtergrond of wat dan ook als print. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten naar de tekening waar je hem kan downloaden. Dat was een hele rollercoaster aan emoties. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Volg me op mijn social media. Linkjes staan in de beschrijving. Ik heb ook een art account op Instagram. Dus daarop ga je waarschijnlijk die tekening zien. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!